wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkens, uw online bloemist en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook weer aan de slag met prachtige herfstmaterialen. We gaan weer een heel mooi herfstbloemstuk maken, dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis, dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En je kan me ook volgen op Facebook of Instagram, daar deel ik nog meer bloemschik inspiratie. Want bloemen brengen vreugde en positiviteit en ik hou ervan om dat op die manier te verspreiden. Dus doe gezellig mee en deel ook jouw inspiratie wat betreft het bloemschikken. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen! Vandaag gaan we aan de slag met de Oasis Bio Cylinder. Hier zie je me echt heel veel mee werken, want ik vind hem gewoon zo lekker makkelijk in gebruik. En vooral met frames. En vandaag gaan we ook met een frame aan de slag. Dus dat vind ik gewoon echt ideaal. Daarnaast vind ik het goed om een kleine aanpassing te doen tijdens het bloemschikken. Je merkt qua kwaliteit niks, want de kwaliteit is net zo goed. Alleen is deze het eerste jaar voor 51,5% biologisch afbreekbaar. En zelfs na 3 jaar voor 91%. Dus ja, een kleine aanpassing waar we eigenlijk vrij weinig van merken. Maar voor het milieu natuurlijk super goed is. Dus dat gaan we natuurlijk ook doen. Aankomende tijd zul je me ook veel zien werken met Oasis bioproducten. Dus ja, gaan we vandaag ook doen. Laten we gewoon gaan beginnen. En vandaag gaan we dus met dit frame werken. Je hebt hem al eerder voorbij zien komen in een kleinere versie. Dit is de grote versie. De kleine versie zal ik ook zorgen dat hij weer beschikbaar komt in de webshop. Zodat je eventueel een setje kan maken. Want dan is hij echt super leuk. Maar ook los is hij heel leuk om neer te zetten. Dus ja, ik zou zorgen dat beide weer beschikbaar komen in de webshop. Deze gaan we vandaag apart opmaken. Je gaat er een mooi bloemstuk van maken. Dus ik zou zeggen, laten we gewoon gaan beginnen. Ik heb prachtige herfstmaterialen. Dus we gaan gauw aan de slag. Dit is de versie die we eerder hebben opgemaakt. En hij staat nog steeds in huis. Hij is al ja, zeker wel een maand oud. Maar zoals je kan zien is hij echt nog heel erg mooi. En kan hij ook lang blijven staan. Kun je lang van genieten. Vandaag gaan we dus de grotere versie opmaken. En zo kan je wel het verschil zien. En hoe leuk dat is straks als setje. Dus ja, we gaan deze beginnen. Met deze gaan we wel verse materialen opmaken. Dus ja, we gaan beginnen. Allereerst leg ik de Oasis biocylinder eventjes in het water, zodat hij vol kan zuigen. Let op, nooit onderduwen. Zelf vol laten zuigen, dus even in een bak laten rusten, zodat hij helemaal onder water is. En dan kan je hem eruit halen en gebruiken. Allereerst ga ik de ondergrond ook wat natuurlijker maken. En dat doe ik door wat bananenblad in reepjes te knippen of snijden, wat je ook handiger vindt. En die om het frame heen te lijmen. Je kan hiervoor koud lijm gebruiken. Deze is echt heel erg fijn. Of warm lijm, wat je zelf het prettigst vindt om mee te werken. Op natuurlijke producten, zoals vruchtjes, kan je het beste deze gebruiken. Die staat ook in de webshop. Maar voor dit soort producten kan je ook warm lijm gebruiken. Thank you.
als je de ondergrond helemaal klaar hebt en dat wens hebt gemaakt. Je kan het natuurlijk helemaal doen zoals je zelf wil. Ik doe het als voorbeeld voor, maar je mag het helemaal doen zoals je zelf wil. Ga gewoon lekker creatief aan de slag. Dan doen we de Oasis Bio Cylinder in het frame. En de buitenzijde bekleden we even met een beetje mos. Dat is helemaal mooi netjes weggewerkt. Dan gaan we verder met de mooie herfstproducten. Onder deze prachtige rozenbottel. En die wil ik wat meer in de hoogte verwerken. Het is echt wel een plaatje toch? Ik hou hiervan. Echt deze materialen zo mooi. En ik heb ook wat bessen en die doe ik er wat meer onderin. Dan gebruik ik een mooi trosroosje. En wat lager ook een mooi disteltje. Aan de andere kant katanus. En ik gebruik ook nog wat mooie siervruchtjes. Allerlei soorten. Ik heb toevallig hier net een takje van afgeknipt. Dus die doe ik er ook nog bij tussen. En de siervruchtjes lijm ik even met koud lijm. Maar je kan... Ja, koud lijm is wel het beste, maar mocht je dat niet hebben, je kan het ook nog op een prikker zetten. Ik laat hem altijd even iets aandrogen als ik het erop doe. Dat hij iets, ja, een doffere kleur krijgt, de lijm. En dan doe ik hem erop, dan blijft hij vaak wat beter zitten. Of wat sneller zitten, laat ik zo zeggen. Anders blijft hij ook wel goed zitten, maar dan hoef je niet zo lang te wachten. Mooi vruchtje, zet ik even vast met een krammetje. Dan maken we nog weer even wat apartere vormen om het bloemstuk gewoon even net wat anders dan anders te maken. Dat doe je door eventjes een ijzerdraadje in het midden van het berengras te doen. Zet je aan de onderkant even vast, kan je ook gewoon een ijzerdraadje voor gebruiken. En dit kan je dan vlechten. Vind je dat lastig, kan je het ook wikkelen. Dus je kan het ook gewoon zo... omheen wikkelen. Belangrijk is dat het ijzerdraadje in het midden blijft zitten zodat je hem kan buigen naar de gewenste vorm. Wikkelen geeft ook echt een heel leuk effect. Vaak wikkel ik dan een paar berengrasjes en de rest het laat er gewoon omheen. En de buitenzijde maak ik gewoon even een knoopje met het berengras. Dan heb je ook op de natuurlijke manier weer weggewerkt. En wat over is, kan je eventueel afknippen. Hier maak ik er dan een paar van. Maar je kan eigenlijk doen zoveel jij het leuk vindt om te gebruiken. Je kan zelfs trouwens de onderkant van het ijzerdraadje even omheen wikkelen. Dan ben je niet eens een extra ijzerdraadje nodig. Maar je kan dus vlechten of wat ik dan weer doe... wikkelen door, ja, één of twee berengrasjes te pakken
en die eromheen te wikkelen. Is je ijs of je berengrasje dan op en je hebt nog genoeg ruimte, kan je zo even twee nieuwe pakken. En dan wikkel je dan het uiteinde van die andere dan weer omheen. We hebben dit ook laatst gedaan met het bloemstukje bloemenkunst. Die is nu niet meer beschikbaar, maar de video staat nog wel online. En ja, dat vonden jullie allemaal echt leuk. Dus je kan daar echt leuke vormen mee maken. En dan kan je eigenlijk de vormen buigen die je zelf leuk vindt om erin te verwerken. En je steekt het gewoon in de oasis. Ik spray het bloemstuk ook nog even in met de Floral Life Finishing Touch Spray. Doe ik even van een afstandje, dan blijft hij langer mooi. En ze hebben een nieuwe verpakking, maar het is nog steeds hetzelfde en goede product. Dus ik spray hem even in. Kun je er lang van genieten en is ook heel handig voor mos. Als mos een beetje ingedroogd is, dan spray hem even in en dan wordt hij wel heel mooi fris. Ja, en dan hebben we een heel apart, rijk gevuld en leuk boompje. En kijk hoe leuk dit bij elkaar staat. Ik vind het zelf echt prachtig, ook omdat deze wat luchtiger is en deze wat voller. En dan maakt het juist een mooi setje, maar wel een mooi geheel door dezelfde kleurtinten en ook een deel dezelfde materialen. Wil je dit nu graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het pakket kan bestellen. Je kan zowel het frame als de materialen los van elkaar bestellen. Dus mocht je een frame al hebben, kan je hem ook zelf opmaken. Maar je kan hem ook compleet bestellen wat je zelf wil. Ga dan voor naar www.uonlinebloemist.nl of hieronder in de beschrijving vind je dus een linkje. Ik hoop dat jullie weer een leuke video vonden. Ik vond het in ieder geval weer super leuk om te maken en om met jullie te delen. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Laat hieronder weten wat je van deze video vond. En dan zie je mij weer bij de volgende video. Doei!